Veerle en welkom op het videokanaal van Veerle's Creatieve Hoekje. Toen Nelly het team vorige maand uitdaagde om een pagina te maken voor het bullet journal boekje, dan dacht ik, dat is niet zo mijn ding, want ik heb nog een ouderwetse papieren agenda waar ik voor een heel jaar kan inschrijven. Als je dan voor een heel jaar agendapagina's zelf moet maken, dat ging niet goed komen. Dus ik dacht bij mezelf, waarom maak ik van mijn boekje geen art journal? Want het gebeurt heel vaak als we ergens komen of mensen ontmoeten en ze vragen mij, wat doe jij beroepshalve? Begin dat dan maar eens uit te leggen aan mensen die zelf geen kaarten maken. Ik dacht van, ja, dat boekje, dat is een super handig formaatje voor in de handtas, want het is niet te groot. Dat past er perfect in. Ik denk, daar volsteken met mooie art journals, journalpagina's, en dan kan ik laten zien wat wij doen. En daarom dus dat ik dacht van, we gaan er een leuk filmpje mee maken, want die pagina's maken is echt wel heel plezant. En vandaag een eerste filmpje, en het wordt een mixed media pagina. Op mijn blog kunnen jullie ook al een andere pagina ontdekken. Die hebben jullie misschien al ontdekt met een fototutorial. En vandaag gaan we er dus samen in een video eentje maken. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Hier zie je nog eens van dichtbij het boekje, waar wij dus een art journal van gaan maken. En dit is de basis mallenset waarmee je je eigen pagina's maakt. Deze mal is de basismal met gaatjes hier opzij. Je zal dus nooit zonder pagina's vallen voor je boekjes, want je maakt de pagina's gewoon zelf. Je ziet dat er nog heel veel andere mallen bij zitten. Dat is om een mat te maken voor je basiskaart en ook om extra kaders en zo te maken. In volgende filmpjes gaan we er zeker nog meer van gebruiken. Het boekje en de mallenset, die kun je samen in één setje voor een promotieprijs aanschaffen. Onder de video in de beschrijving staat materialenlijst. Klik op de link die daarachter staat en dan kom je in de webwinkel op één pagina waar alle gebruikte materialen bij elkaar staan. Ook het promotiesetje van het boekje en de mal. Het boekje zelf ziet er zo uit. En dit is de eerste pagina die we vandaag samen gaan maken. Het is een echte mixed media pagina. Aan de achterzijde heb ik een zwarte pagina tegengekleefd om de pagina waar ik op gewerkt heb netjes af te werken. Want die was niet helemaal meer proper omdat het is mixed media en dan kun je dat mooi afwerken. Dus je stanst gewoon een extra pagina uit. Ik heb dat nu uit zwart karton gedaan, dat kan uit gelijk wat, en je kleeft die aan de achterzijde ertegen. Je kan natuurlijk ook twee artpagina's maken en die tegen elkaar kleven, zodat je aan beide zijden een versierde, zelfgemaakte pagina hebt. Doe je dat niet, dan kun je altijd op de achterzijde een mooi gedichtje schrijven of leuke foto's van je huisgezin of je huisdier of een vakantiefoto kleven. Of je kan lijntjespagina erop kleven en het als dagboek gebruiken. De mogelijkheden die zijn echt eindeloos om er een superleuk boekje van te maken. We beginnen dus met een witte pagina. En die gaan we volledig bedekken met gesso. De witte. Dat doe ik met een plat penseel. Gesso is een primer. En die gaat voorkomen dat verf en inkt in je pagina gaat dringen. Dus dan ga je heel gemakkelijk mixed media kunnen doen. Er moet geen dikke laag op. Een dun laagje is meer dan voldoende. En als het laagje gesso erop zit, dan gaan we dat heel goed drogen met de heat tool. Als de pagina goed droog is, dan kunnen we verder werken. Ik leg mijn pagina op mijn stempelmat. En ik ga beginnen met het mandala hart te stempelen. We gaan een klein beetje af de pagina stempelen. En ik ga stempelen met een watervaste, permanente zwarte inkt. En als dat gestempeld is,
dan ga je weer goed drogen met de heatool. Dus elke stap die je hebt gedaan, moet je drogen met de heatool. De volgende stap is de Nouveau krakkelmoes. En ik gebruik hier de Ivory Coast. En dat gaan we aanbrengen met een Nouveau spatel. En ik heb hier wat gedaan, daar wat, hier, daar, daar en daar. Dus je brengt gewoon op verschillende plaatsen een beetje van die krakkelmoes aan. Waar dat je dat exact aanbrengt, dat is gelijk. Dat kies je zelf. Het is mixed media, alles kan. En die moes die brengt heel gemakkelijk aan, want die is smeuig als boter. En dat is echt een heel fijn product. Hoe dikker je de laag aanbrengt, hoe dikker en dieper de krakkels gaan zijn. Maar vermits dat het een pagina is voor in mijn art journal boekje, ga ik het niet te dik erop zetten. Ik ga ook nog met veel inkt werken, dus ik breng mijn krakkel niet te dik aan. Vind je dat leuker? Kun je dat gerust doen, hè? Je kan de laagjes zo dik zetten als dat je zelf wil. Wat dat jij mooi vindt, kun je vooral doen. Of moet je vooral doen. En als die krakkelmoes is aangebracht, ook dan gaan we weer heel goed drogen met de heatool. En als je die krakkelmoes gaat drogen met de heatool, wissel af door te drogen langs boven en langs onder. En dan ga je vanzelf de krakelé zien tevoorschijn komen. En dat geeft echt een heel leuk effect. De volgende stap is om script gaan te stempelen. Dat doen we ook weer met diezelfde watervaste permanente inkt. En ook dat gaan we hier en daar zetten. Je kiest ook weer zelf hoeveel en waar dat je gaat stempelen. En ik beïnkt en ik zet mijn stempeltje 2-3 keer neer, zodanig dat je donker en licht hebt. En dan natuurlijk ook weer opnieuw gaan drogen. En als dat dan droog is, dan kunnen we kleur gaan aanbrengen. Dan gaan we onze Versa Magic inktjes bovenhalen. Ik begin met de rode, de Red Magic. Ik zet inkt op mijn glasmat. Ik voeg wat water toe. Goed mengen met mijn penseel. En ik breng willekeurig kleur aan op mijn kaart. En ook nu weer, het is mixed media. Alles wat je leuk en mooi vindt, kun je doen. Ik heb mijn penseel nat gemaakt, goed nat gemaakt. En ik ga de kleur nog een beetje verder verwateren. En ook dan weer goed gaan drogen. Ik herhaal het nog een keertje. Na elke stap goed drogen met de heatool. Heb je ergens te dikke inktkleur, wil je dat wat temperen, dan kun je altijd met een tissue een beetje wegdeppen. Of als er te veel vocht is, speel ermee, breng die kleur aan en speel er maar wat mee. Wat water toevoegen, alles kan. In de overschot van de inkt ga ik mijn acrylblokje duwen en dan zet ik het neer op mijn pagina, ook weer hier en daar, om dus op die manier ook weer extra kleur aan te brengen, maar dan weer deze keer dan niet in strepen. Ik mist een beetje water erover en ik ga opnieuw drogen en hier en daar een beetje deppen met een tissue. De volgende kleur is de Pink Petunia. En met deze kleur gaan we eigenlijk exact hetzelfde doen als we met de rode kleur hebben gedaan. We brengen de inkt aan op de glasmat, we sproeien er wat water bij en met het penseel nemen we de kleur op en gaan we die op onze kaart aanbrengen. De overschot van de inkt, daar gaan we weer ons acrylblokje indeppen en dat gaan we weer op onze kaart verspreiden. En dan ook daarna natuurlijk weer opnieuw drogen met de heatool. Dan gaan we over op de Midnight Black.
breng weer een beetje inkt op mijn glasmat aan. Ik maak mijn penseel nat en ik ga het aanbrengen op de kaart en het zwart. Dat doe ik om schaduw en diepte in de kaart te brengen. En die ga ik wel op een paar strategische puntjes zetten, heel donker. Dus aan het hartje en naar beneden toe. En ook in de linker bovenhoek. Ook daar ga ik wat extra zwart aanbrengen. Ik ga het zwart verder verwateren. Dus ik heb mijn penseel nat gemaakt en ik neem dat water mee. En ik spray ook water daar waar ik het donker heb aangebracht. En ook dan gaan we dat nog wat verder uitvloeien. En gaan we dat drogen met de heatool. En ook dan kun je nu en dan een beetje deppen met een tissue als je iets te veel vocht er hebt ophangen of een donker vlekje dat je niet mooi vindt. Ik zeg het nog, een beetje ermee spelen, wat inkt bijvoegen, wat wegdeppen, tussendoor drogen. Zo bouw je de kleuren, de verschillende kleuren, die ga je zo laagje per laagje opbouwen. Als allerlaatste gaan we de gingerbread aanbrengen. Ik zet ineens rechtstreeks op mijn blokje de gingerbread kleur. Ik sprooi wat water erop en ik mix dat met mijn penseel. En ik ga ineens op mijn kaart het neerzetten. Dit is de laatste kleur, dus dat is maar een beetje een extra toevoeging. En ook dat kun je weer met een vochtig penseel of een nat penseel zelfs een beetje uitwerken, zodanig dat de kleur wat waterachtiger wordt. En dan gaan we natuurlijk opnieuw drogen. Nee. Als dat goed droog is, dan ga ik een beetje picket fence nemen en hier en daar ga ik de witte highlights aanbrengen, zodanig dat er hier en daar terug wat extra wit zichtbaar is. Hier en daar maar, niet te veel, klein beetje. Het geeft een leuk contrast. En ook dat gaan we dan natuurlijk weer opnieuw goed drogen met de heatool. En als dat goed droog is, dan neem ik mijn scriptstempeltje er terug bij en ga ik uit de losse hand hier en daar terug een beetje extra script toevoegen. Echt maar hier en daar, zodanig dat er terug wat meer zichtbaar is. Hoeveel dat je dat doet, dat kiest je zelf, hè. En dan dat kleine hartje. Dat ga ik er nu ook op stempelen. Al het stempelwerk is dus met zwarte, watervaste, permanente inkt. En ik zet hier en daar een paar hartjes. En opnieuw drogen. Dan de picket fence. Dat flesje, daar moet je altijd goed mee schudden. Want daar zit een balletje in. Zodanig dat dat goed gemengd is. Dat is heel belangrijk. We gaan nog wat van die witte spetters toevoegen. En dan brengen we een beetje picket fence aan op onze glasplaat. En met een waaier, met een vochtig waaierpenseel, neem je dat op. En kun je naar hartelust gaan spetteren. Ook nu weer, je brengt er zoveel of zo weinig aan als dat je zelf wil. Maar ook weer goed drogen. Eens dat je ze er hebt op aangebracht. De groetjesmal, die heb ik 3 maal uitgestanst. 1 daarvan heb ik bedekt met de transparante Versamark inkt. En daarna met transparant embossingpoeder.
en dan smelten met de heat tool. En dan heeft dat een heel mooi glanzend laagje. Die drie die gaan we op elkaar kleven. En dan gaan we de twee pagina's op elkaar kleven, gewoon met dubbelzijdige tape. En de rand aan de gaatjes, daar ga ik smalle 3 mm extra sticky tape aanbrengen. Dat past net op dat randje, om zeker te zijn dat die rand goed vastkleeft aan die andere kaart. Dat dat zeker aan die gaatjes die daar in je boekje zitten, dat het zeker daar niet kan loskomen. En dan kunnen we de twee op elkaar gaan kleven. Zorg ervoor of let erop dat de gaatjes van beide pagina's heel nauwkeurig over elkaar komen. Want het moet in uw ringband van uw boekje komen. Dan kunnen we tot slot de groetjes er nog gaan opkleven op onze pagina. Dat is ons laatste stapje. En dan is onze eerste pagina van ons boekje helemaal klaar. Vonden jullie de Art Journal pagina Mixed Media Stijl leuk? Ik hoop van wel. Ik vind het alleszins super plezant om pagina's voor mijn Art Journal boekje te maken. Zoals ik al zei, jullie hebben misschien op mijn blog de fototutorial al ontdekt. Met de basis mallen set en het boekje kunnen jullie eindeloos aan de slag, want met de mallenset maken jullie zoveel pagina's als je zelf nodig hebt. Je zal dus nooit zonder pagina's voor je boekje vallen. We gaan absoluut er nog filmpjes komen met nog leuke inspiratiepagina's. Ondertussen heb ik nog 2 pagina's extra gemaakt en die ga ik binnenkort ook op mijn social media tonen. Op Instagram, op Facebook, op mijn blog, maar ook in de webwinkel. Op de pagina waar het boekje te vinden is, daar ga ik dus ook alle foto's bijzetten van alle pagina's die ik tot nu toe al gemaakt heb. En zoals ik zei, er gaan zeker in de toekomst nog filmpjes komen. En ook nog fototutorials op mijn blog. Inspiratie te over dus, om ook voor jullie een heel leuk boekje te helpen maken. Voor nu, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel graag terug de volgende keer. Tot ziens. Dag.